Ja, Dick, wat hebben jullie heerlijk gespeeld vandaag? Een heerlijke afsluiting op de Oude Meerdijk. Nou, je eerste woorden. Ja, nou, wat je zegt. Prachtige wedstrijd. Als je terugkijkt op 2019, dan denk ik dat we een hele mooie wedstrijd hebben gespeeld aan de Oude Meerdijk. Vandaag was er ook zo eentje die leidde tot een volkomen verdiende overwinning. Jullie waren eigenlijk herenmeester vandaag. Heb jij Sparta gezien? Nee, ja, eerste 20 seconden had ze een kans volgens mij met een redding van Tella. Twee corners? Ja, twee corners, maar niet echt gevaarlijk. Dus vond ik niet. Was het aan jullie? Ook, tuurlijk. Wij waren goed aan de bal. Kijk, je ziet vaak als je gewoon comfortabel aan de bal bent en je laat de bal gaan, dat de tegenstander niet echt aankomt. En dan wordt het voor hun gewoon moeilijk. Even terug nog naar de eerste 5 minuten inderdaad. Was dat dan een beetje die spanning die nog meespeelde bij deze wedstrijd? Ja, moeilijk om daar de vinger op de zere plek te leggen. Maar ja, dan gaven we zomaar twee corners weg. Vrije bal die we goed moesten verdedigen. Ja, dat wilden we voorkomen, want zij hebben ook lengte, hè, met de spitsen met name. Dus alleen maar goed dat we daarna onszelf volledig in de wedstrijd spelen. En eigenlijk echt gedomineerd hebben. Met een goed functionerend middenveld, met dreiging naar voren. Met goede verdedigers die kosten doelpunten tegen wilden voorkomen. Dus compliment naar iedereen. Is het dan raar in zo'n wedstrijd dat de goals dan uit de penalties komen? Terwijl jullie eigenlijk heel veel kansen hebben gehad om niet uit de penalty te scoren. Ja. Nee, maar dat vind ik ook. We hebben in het veldspel voldoende mogelijkheden gehad om te scoren. Nog een buitenspel goal afgekeurd. Balletje op de paal met Michael Chacon. Weet je, de penalties komen ook voort uit mooie loopacties. Cola die in de diepte gaat. We hadden daar heel veel dreiging, ook met De Leo. Zijkanten met Glenn met overlappingen. Met Kezaya die op links dat uitstekend invulde. Met Michael Chacon die eigenlijk steeds beter werd naarmate de wedstrijd vorderde. Dus we hadden heel veel overtal waar we wilden. We konden domineren. Gisteren heb je natuurlijk de concurrenten weer zien winnen. Dus dat was gewoon hartstikke belangrijk. En nu haak je een klein beetje aan bij inderdaad Sparta Twente. Dus die waren gewoon hartstikke belangrijk. Ben je ook iemand die echt naar die andere wedstrijden kijkt? Alleen de uitslagen later op teletext. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik niet alles zie. Dat weten ze ook wel van mij, maar ik probeer nog af en toe wel eens wat te kijken. Ja. Zullen we het seizoen afmaken gewoon hier thuis, elke wedstrijd? Als we het dan redden, ja, tuurlijk. Maar ja, we willen uit ook gewoon winnen. Ik weet nog steeds niet waar het aan ligt, hè? Gewoon, je kan de vinger niet echt opleggen hoe het in uitwedstrijden, waarom dat niet werkt. Nee, ja, het is een mysterie, laat ik het zo zeggen. Nou ja, wij weten het ook niet precies, maar het zal te maken hebben met misschien de ambiance hier. Want die is natuurlijk gewoon elke wedstrijd geweldig als we thuis spelen. Dus dat zal zo zijn, maar goed, dat moet je eigenlijk niet nodig hebben.